Aan het begin van 2013 leek niets erop dat dit een succesvol jaar zou worden voor het Vaandelteam EDN 56. Met het ingaan van de winterstop stond de ploeg uit Haggors troosteloos op de voorlaatste plaats in hun klasse. De laatste wedstrijd voor de winterstop in december 2012 leverde een verdienstelijk gelijkspel op. Achteraf bleek dit de opmaat te zijn voor een uitermate succesvol jaar 2013. Na de winterstop werd er in competitieverband niks meer verloren, wat uiteindelijk resulteerde in een welverdiende periodetitel met recht op een extra toetje in de vorm van promotiewedstrijden voor een plaats in de vierde klasse. Helaas bleek Waalre toen net een maatje te groot voor de mannen onder leiding van de nog jonge en talentvolle coach Christ van Dorst. Deze teleurstelling werd gedurende de zomervakantie weggespoeld en de ploeg uit Haggorst begon voortvarend aan een nieuwe competitiereeks waarbij het veel nieuwe en onbekende ploegen trof. Ook nu bleek het team weer nagenoeg onverslaanbaar, waarmee ze meteen beslag wisten te leggen op de eerste periodetitel. Aan deze bijzondere en fraaie reeks kwam op de allerlaatste wedstrijddag van 2013 een eind. In deze wedstrijd moesten de manschappen uit Haggorst voorlopig hun meerdere erkennen in Gesta. Dit was de eerste en meteen ook de laatste competitienederlaag van EDN 56-1 in het kalenderjaar 2013. Op dit moment doet de ploeg nog volop mee in de race om het kampioenschap en staat op een fraaie eerste plaats in de Trompettercup. Met recht mogen we dus stellen dat de ploeg uit Haggorst een succesvol jaar 2013 achter de rug heeft. Met hopelijk een heel mooie toegift in 2014.